Voorzitter, dank. De politieke beschouwingen dit najaar citeerde ik Edouard Louis. Die vrij naar zijn woorden schetst dat als je veel geld hebt en je het goed voor elkaar hebt, dan is politiek zegt iets over je identiteit, over wie je bent, waar je voor staat in het leven. Maar als je het zwaar hebt, als je het moeilijk hebt, als je geen baan hebt of je hebt wel een baan, maar je verdient het minste van iedereen in Nederland of in jouw land, dan doet het ertoe welke keuzes de politiek maakt. En dat is eigenlijk precies waar het vandaag voor mij over gaat. Niet een debatje over 50 euro meer hier of 100 euro minder aan de andere kant. De vraag die we ons met elkaar moeten stellen, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de mensen die voor wie de prijsstijgingen die ze zien, de energieprijzen, maar ook als het gaat over boodschappen, doen we er alles aan om mensen die die prijsstijgingen gewoon er niet bij kunnen hebben, doen we er alles aan om hen te helpen. En het harde antwoord op die vraag is nee. We doen niet alles om hen te helpen en we laten hen vallen. En dat is hard, maar dat is wel een keuze die dit kabinet heeft gemaakt en ik vind dat dat aanpassing behoeft. Voorzitter, in de plannen van het kabinet wordt gerekend met cijfers nog uit januari. Waarbij bij een standaard energieverbruik of gemiddeld energieverbruik wordt uitgegaan van een energierekening die 100 euro hoger ligt dan een jaar extra. En ook alle brieven die we krijgen wordt daarna verwezen. Maar als je gewoon vandaag naar de website gaat van een willekeurige energieaanbieder, dan zie je dat het maandbedrag nu 423 euro is. De prijzen zijn veel harder doorgestegen en de politiek is bezig met tekentafelpolitiek. We pinnen ons vast op cijfers die al lang niet meer de waarheid zijn. Dat is precies de reden waarom GroenLinks heeft voorgesteld, bevries de prijzen. Want als je niet de prijzen bevriest, dan ben je problemen vooruit aan het schuiven. Dan kan je er nu wat geld bij doen, maar volgende maand heb je weer een grote probleem. En daarom nogmaals de oproep, bevries de prijzen. En dan zorg ervoor dat niet alleen de mensen met de allerlaagste inkomens, dus de mensen met uitkeringen, worden geholpen. De regeling die nu is opgetuigd, dat is voor mensen met tot 120% van de bijstandsnorm. Kunnen gemeenten nog met 10% opplussen. Maar zoveel mensen vallen daar buiten. Gisteren vroeg ik op Instagram aan mensen, stelde ik de vraag, kan je iets vertellen over jouw situatie? Kom je in de problemen of juist niet? Niet. En nou echt binnen, ik geloof binnen een uur, honderden reacties van mensen die zeggen, ja, ik werk. Ik werk in de thuiszorg. Mijn partner werkt in de bouw. Ja, wij verdienen gewoon net te veel om bij de gemeente te kunnen aankloppen, maar we komen gewoon niet meer rond. En voor deze mensen gebeurt nu veel te weinig. En hier is extra actie nodig. Is het kabinet bereid om nogmaals te kijken of je dat via de zorgtoeslag kan doen? Het kabinet heeft de ambitie om de ongelijkheid onder kinderen, de armoede onder kinderen aan te pakken. Is er gekeken op welke wijze je wat zou kunnen bijplussen bij het kindgebonden budget? Desnoods bij de kinderbijslag. Voorzitter, er moet meer gebeuren. Hetzelfde geldt voor huizen. De mensen die het meest in de problemen komen, dat zijn de mensen die huurhuizen hebben en waarvan de kwaliteit te laag is. En die mensen hebben geen enkele mogelijkheid om hun huis te verduurzamen. Geen enkele. Welke concrete plannen liggen er nu vanuit het kabinet om ervoor te zorgen dat huisbazen kunnen worden gedwongen tot een huurkorting op het moment dat ze niet tot verduurzaming overgaan? Dat is een hele directe manier om ervoor te zorgen dat deze mensen hun rekening kunnen betalen, kunnen blijven betalen. En tot slot, voorzitter, ik hoop op een open debat en een wat openere houding van de coalitie. Tot nu toe beperkte het zich vooral op reacties, zag ik ook online, op de voorstellen die mijn fractie heeft gedaan, om alles proberen met de grond gelijk te maken. Laten we hier het debat met elkaar hebben en ik zou willen zeggen, stop met het controleren van de oppositie en de voorstellen die zij doen en begin eens met je echte werk en dat is het controleren van de regering. En als je eerlijk bent, dan zie je dat de plannen die deze regering presenteert te weinig zijn om echt iets te doen om de middengroepen in Nederland te helpen. En ik hoop dat we vandaag, oppositie en coalitie, de handen ineen kunnen slaan om ervoor te zorgen dat we een extra stap zetten. En dat ik hier niet opnieuw een uitleg krijg van coalitiepartners over wat het kabinet heeft bedoeld, maar dat jullie je beperken tot je taak als volksvertegenwoordiger. Doen wat Nederland nodig heeft.